niet goed. We komen na 15 minuten of zo op achterstand, wat er natuurlijk niet het plan was. Maar ik ben vooral heel blij met de spirit dat de jongens getoond hebben. Dat ze niet zoals vorige week in die ontgoocheling zijn blijven zitten. Ze zijn redelijk snel eruit gekomen. Ze zijn redelijk snel terug naar de taken gegaan. Terug naar de organisatie. Terug naar wat dat wij al ruim 3 weken nu aan het werken zijn. En dan word je soms beloond. Want vanavond was het wel het plan. En in de tweede helft is het dan een open wedstrijd, gaat op en af. En op bepaalde momenten dacht ik, ik ben wel blij als ik hier met een punt naar huis mag gaan. En dan maken wij de 1-2. Dus ik ben er heel blij om. Het spel was bij momenten in de tweede helft ook wel heel goed. Maar we moeten vooral heel nederig blijven en beseffen dat het ook anders had kunnen uitdraaien. Maar ik ben voor mijn jongens echt ongelooflijk blij. Waarom? Omdat dit zijn van die momenten waar dat zij ook het besef en het geloof krijgen wat dat we aan het doen zijn. Dat dit wel werkt, dat het kan werken. Dus kijk ik blij naar huis. Nu volgen 2 thuiswedstrijden tegen Standaard en tegen Kortrijk. Met een prettig gevoel kan je aan de voorbereiding winnen. Ja, dat is altijd leuker om te winnen. Maar ik heb ook tegen de jongens gezegd, je mocht genieten van een overwinning voor een dag. En je mag ontgoocheld zijn na een nederlaag voor een dag. Dus dat is hetzelfde. Ik zeg het, we moeten heel nederig en met de voetjes op de grond blijven, want we zijn nog nergens. Er is nog veel werk. Maar als je ziet dat er verbetering is, dan ben je blij. En dat is ook wel, denk ik, het gevoel bij de jongens. Dat ze ook voelen van, dat kan wel iets worden. Maar de weg is nog lang. Er zijn nog heel veel ploegen die aan elkaar gewaagd zijn. En het zal niet simpel worden. Maar des te meer ben ik wel blij met deze titel. Bedankt voor je commentaar. Frankie, goedenavond. Het was zoeken naar een opening. Ik zou uw spelers een paar keer aanmoedigen om sneller en agressiever te gaan voetballen. Maar het lukte niet. En tot overmaat van ramp ging de voorsprong teniet. Graag uw analyse van de wedstrijd. Ja, ik vond dat we goed begonnen. Ik denk dat we bij onze derde kans in scoren. Het is de vijfde maal dat we voorsprong komen. Dus ook de vijfde maal dat we niet kunnen winnen. En dat doet pijn. Ik vond dat we in dat moment eigenlijk moesten een cirkel op de knieën gekregen hebben. En dan hebben we gaandeweg te veel in het duel gaan spelen. De cirkel heeft het evenwicht hersteld en heeft voor de rust. Na toch wel een fout bij ons in die omschakeling de gelijkmaker gescoord. Dan pakken zij er wat vertrouwen uit, wij wat minder. En we hebben dan in de tweede helft initiatief genomen. Maar toch een beetje te veel in het duel en op powerplay. En ons spel ligt toch wel meer in het voetbal. En waarom die powerplay? Omdat je miste wat vertrouwen om de bal het werk te laten doen. En daardoor ga je eigenlijk wat meer in het duel gaan spelen. En om het aan te tonen, we worden vandaag geklopt op een bal die vertrekt van op de zijlijn in een inworp. En de bal gaat tussen de benen van Karel Dan en komt bij Kawalaya terecht. En zij maken 1-2 en dat is een beetje het verhaal. We hebben al heel veel wedstrijden meegemaakt en we hebben te maken ook, we spelen niet goed. We hebben ook te maken met pech. Als je niet goed speelt en je hebt pech, dan kun je op de laatste plaats staan, waar wij nu vandaag staan. Goed, we hebben een programma uitgestippeld tot op het einde van het jaar. Goed, als we hadden we verloren in Standaard, we hadden vandaag gewonnen, dan zaten we op schema. Dus met 3-6 is het niet dramatisch, waar het niet dat het tegen een rechtstreekse concurrent is. Ik had vandaag liever gewonnen, dan zat ik hier waarschijnlijk niet tevreden. Het zal een seizoen worden met harde kloppen op onze kin. En het zal een seizoen worden waar we momenten zullen moeten uitkiezen. Waar we heel gelukkig moeten zijn om die overwinning te koesteren. Maar het is net als bij mijn collega, het zal een moeilijk seizoen worden. Die vaststelling hebben we al gemaakt naar de eerste. Dat is al één. Dat is al het lichtbesef die er is dat het niet gemakkelijk zal zijn. En we hebben maar één keuze. We moeten niet klagen, we moeten hard werken. En we moeten niet kijken naar tegenstander.
Ik denk nou alleen moeten kijken naar ons eigen. Want dit is voor mij, zijn voor mij de goedkoopste Nederlanden. De ref heeft geen enkel fout gemaakt. De tegenstander heeft geen enkel fout gemaakt. We moeten gewoon kijken naar onszelf. En proberen daarop groot te reageren. En niet denken omdat we winnen op standaard, dat het wel tegen een cirkel zal loslopen. Dit is een aanpassing. Ik denk niet dat we dat verdienen als club. Maar ik herhaal, tegenslag, minder goed voetballen. En dan zit je in een bepaald moment op de laatste plaats. En gaan we hieruit geraken? Ja. Maar dan moet het een beetje keren in het geluk. En dan moeten we ook wat beter gaan spelen. We moeten matuurder gaan spelen. We moeten rijper gaan voetballen. We spelen soms te veel ondoordacht. En wie zo de Waregem kent, wie de organisatie kent van mijn club, of van mijzelf als coach, weet dat dat is het enige die mij hart stoort. Dat we soms compleet, maar dan ook compleet die organisatie verliezen. En zonder organisatie is geen succes. We zagen een bemoedigende wedstrijd tegen Standaard. U heeft het al gezegd, dat dit toch een domper zijn vandaag. Het zal een seizoen worden van dompers. En van mooie momenten. En ik hoop alleen dat het mooiste moment op het einde van het seizoen komt. Bedankt voor de commentaar. Zijn er nog vragen? Dank je. Van dompers gesproken en harde klappen. Is dit misschien wel de hardste, zwaarder dan bijvoorbeeld Lies en wat van Leven? Omdat er vorige week net weer blijkbaar een relance in zat? Weet je, iedere keer dat je verliest, doet het hard pijn. Echt waar, het doet pijn. Vooral als je dan ook nog naar de persconferentie moet komen, dit doet pijn. Ik zou hier liever niet zitten. Maar goed, oké, je moet erdoor. En Waasland Beveren deed mij heel veel pijn, omdat ik vond dat we daar niet slechter waren. Op hier zijn we niet goed gespeeld, laatst half uur. En vandaag, ik weet niet goed. Ik weet niet goed of we vandaag verdienen om te verliezen. Ik weet het niet goed. En dat zijn zo altijd vraagtekens dat je eigenlijk de komende uren, dagen toch wel voor de mening hebt. En als je op vraagstellingen geen antwoord hebt, dan is dat verzeerd. Was je wel eens dankie dat na de 1-0 je toch niet doorging? Ja en nee. Ja. Omdat Cercle op dat moment rijp was voor een tweede doelpunt binnen te krijgen. Nee, omdat het ons al te veel gebeurd is. We moeten te veel jongens doen. We kennen de Belgische competitie niet goed. En wanneer dat wij voor de wedstrijd zeggen, pas op, die linkse kant die is goed. Pas op als het iemand is die kan scoren, dan is het Cabaranga. Pas op, die inworpen die gaan altijd heel ver. Zij het via een deviatie of wat dan ook. Dank je. Je stond heftiger langs de lijn de eerste helft dan anders. Geeft dat aan dat er toch wel nervositeit is, dat er toch wat moed, dat er een beetje van moed toe was? Ik dacht dat ik het niet zo gezien heb. Daarom mogen we nu en, vooraan zijn. Nu dat je het gezien hebt, ga ik het toegeven. Ik ben niet zo tevreden over het feit dat we. Dat we een tegenstander niet dood doen wanneer dat we hem kunnen pakken. Ik zeg niet als we het tweede doelpunt maken dat Cercle eraan is, dat zeg ik niet. Ik heb daarvoor te veel respect voor tegenstanders. Maar we moeten leren van iemand dood te doen wanneer dat we de mogelijkheden hebben. En we laten te veel die kansen onbenut. En ik zeg niet dat we veel kansen krijgen, maar we moeten dat spel beter gaan ontwikkelen. Ik zie vandaag veel te weinig die balans tussen die opkomende flanken en die organisatie achter die bal. En dan bijvoorbeeld controle hebben over het spel. En ik heb altijd geleerd zonder organisatie probleem. Maar dat is ook mijn verantwoordelijkheid. Ik sta ook op de laatste plaats. Dus. Geen vragen niet meer. Dan wens ik iedereen nog een prettige avond en een behoorlijke persoonlijke.